Ja, beste kijkers, weer een nieuwe aflevering Natuurlijke Streken. Ja, ik heb Pierre natuurlijk wel bij me, maar vanwege het coronavirus kunnen we niet meer vlak naast elkaar staan. Hij staat wat verder en neemt zo de microfoon van mij over. Hij heeft een aantal waarnemingen die hij ons zal melden en we proberen toch iedere keer iets te brengen wat we niet eerder gedaan hebben. Vorige keer waren dat de aalscholvers en dit keer zijn het mossen. Als u hier in het bos waar we zijn rondfietst, kijkt, wandelt, loopt, noem maar op, u ziet allerlei soorten mossen. En niet één soort mossen, zijn dat tientallen, misschien wel honderden. Maar daar weet Pierre gelukkig meer van dan ik. Ik geef zo de microfoon over aan Pierre. Ja, Peter, bedankt. We hebben even het estafettestokje doorgegeven. Virusvrij, ook nog even tussendoor ontsmetten. En jazeker, thema van nu, lente, is vooral natuurlijk ook de vogelgeluiden die we aangekondigd hebben vorige keer. En als speciaal item, het viel Peter overal op, vreemd genoeg in de lente ook veel mossen. En we beginnen natuurlijk, zoals iedere uitzending, met onze waarnemingen. En die waren heel verschillend. Els Toebast, die zag in Dieten, in de Lange Straat, zag die in maart, tegen de avond, 8:30, een das lopen. En keurig langs de weg. Gelukkig wachtte die wel tot de auto gepasseerd was. Maar het kwam vooral ook omdat Els al op afstand de das zag lopen. En mensen, het is wel even meteen herinnering. Denk eraan, als je in de schemer en in de avond in ons buitengebied rijdt, zeker daar in de buurt van onder de plag over den Dam, let op, dassen zijn daar volop aan het fourageren. En heel anders als dassen waren de waarnemingen van vlinders. Het citroentje en ook het oranje tipje vliegt overal rond. En het oranje tipje is natuurlijk nu vooral op zoek naar de pinkste bloemen die nog bloeien. En dan kreeg ik ook een hele leuke waarneming van Hans van der Steen uit Neerlangel. Die heeft nog steeds een voedersilo die hij regelmatig aanvult. Heeft er allerlei vinken zitten. Groenling, de gewone vink die nu prachtig op kleur is. Mannetje vink, we krijgen hem straks ook te horen. Het geluid is perfect met die mooie vinkenslag. Maar hij zag daar ook een koppeltje putters. En putters, dat is echt een vogeltje dat de laatste jaren het goed doet. Er zijn steeds meer distels, kruiden en de putter kan ook bij u in de tuin broeden. In ieder geval Hans van der Steen had een koppeltje bij hem in de tuin zitten. En ja, lente, we hebben het over geluiden, maar bij lente moeten we zeker ook de boerenzwaluw noemen. En de eerste boerenzwaluw werd bij mij gemeld in het eerste week van april bij Dieten. Dat was Rian van Grunsven, die ken ik natuurlijk heel goed, want daar wonen wij mee samen. Maar we hadden ook Peter Kouw uit Demen, die zag ook drie boerenzwaluwen hoog in de lucht. Eigenlijk tegen elkaar vertellen, nou, dat hebben we toch goed gedaan. Terug vanuit Zuid-Afrika, 8000 kilometer gevlogen. En de eerste boerenzwaluwen zijn terug. En via cameraman Peter van der Hogen kregen we van Inge van der Hogen een waarneming door. En daar word ik ook wel een beetje extra blij van. De eerste lepelaars zijn terug. En bij ons zijn de vaste plekken om ze te scoren. Als je bent bij Batenburg aan de overkant bij Demen, daar staan vaak lepelaars. Maar we zien ze ook onder de Harense Toren bij die plas bij de Groene Dijk. En een lepelaar, ja, dat is echt ook aankondiging van de lente. Ja, beste mensen, we hadden dit keer een paar bijzondere waarnemingen. En dan wel van medewerkers van onze eigen tv-studio. In eerste plaats Maaike Swinkels. Ze zei, ik heb salamanders in mijn vijver. Ze heeft er gefilmd. En het hele bijzondere is dat salamanders die overwinteren in de modder, zetten al hun lichaamsfuncties stil en komen als het warm genoeg wordt zoals nu eruit. En dat moment heeft Maaike gefilmd. Dat is heel bijzonder, ik had het nog nooit gezien. De salamanders die u ziet zijn de kleine watersalamanders. Dat is de meest voorkomende soort in Nederland. Er zijn er overigens 5 soorten. En het mannetje haal je eruit, heeft een prachtige kam. Niet zo groot als van de kampsalamander of de grote watersalamander, maar toch heel duidelijk zichtbaar. Ze zwemmen nu bij Maaike in de vijver. En straks krijgen ze jongen. Hoe doen ze dat? Wat anders dan kikkers en padden, die leggen een hele bol, in sommige delen van het land een kwakbol genoemd, vol met allemaal eitjes. Salamanders niet. Die leggen eitjes op samengevouwen blaadjes van waterplanten, zoals de waterpest en het hoerenblad. En als die uitkomen, dan zwemmen ze als
kleine salamandervisjes weg met kieuwen. En later verliezen ze de kieuwen en worden echte salamanders en komen eruit. Een andere waarneming, heel bijzonder, die we hadden, was van onze medewerker Pierre de Klein. Ja, wie kent hem niet? Nou, een reebok in je tuin, dat gebeurt toch niet iedere dag? Reebokken zie je genoeg rondlopen in de buurt van Demedieden, maar dat ze in je tuin komen, nog nooit. En dat geluk overkwam Pierre. Hij heeft een mooie opname van. En u ziet heel duidelijk, het beest is eigenlijk niet schuw. Of Pierre voert te veel in zijn tuin, dat kan ook. Nu gaan we vol kijken en luisteren vooral naar vogels en mossen. Ja, hier staan allerlei mooie mossen bij elkaar. Gruwelijk moeilijk om ze altijd precies op naam te brengen. Maar hier zie je die hele structuur die anders is. Een beetje ook bladachtig, ze zijn wat langer. Vallen ook om. En ik weet niet of het op de camera thuis goed te zien is op beeld, maar ze zijn droog. En toen we het onderwerp afspraken, 2 weken terug, was het flink vochtig. En dat is wat mossen nodig hebben. Hier zien we wat ruiger mos. En dat heeft het dus wat moeilijker, zo gauw het droger wordt. En dat kan je ook voelen. Hier hebben we ook weer een heel ander mos. We zien ook meer een soort kussen. En dit voelt nog redelijk vochtig. Het zijn een soort sponsen. Die mossen die kunnen in een paar minuten tijd zich helemaal volzuigen met water en er heel lang vasthouden. En hier zien we op een oude boomstronk, zien we ook, als het maar vochtig is, dat ook daar een hele korte kleine mos goed voet aan de grond heeft gekregen. Hier zie je een stukje wat los ligt. Ja, het weegt niks. Het is wat we al eerder zeiden, als een soort spons. Het is vrij helemaal droog eigenlijk nu, kurkdroog. En zou hier nog water bij komen, dat is het hele bijzondere. Mossen kunnen heel lang overleven. En nog eens, met water erbij zuigt hij zich weer helemaal vol. En hier is ook een heel mooi stukje gevonden. De cameraman zag dat meteen op afstand. Hier zie je bij de bosomvorming wat dat ook positief op kan leveren. Hier zie je die boomstammen en die zijn al grotendeels helemaal aangetast door allerlei schimmels. Hier zie je eigenlijk dat het helemaal verpulvert. Er komen ook allerlei insecten in, allerlei larven. En die helpen mee om samen met schimmels dat hout helemaal weer om te zetten. Zodat er weer voedingsstoffen in de bodem komen waar weer nieuwe bomen uit kunnen groeien. En ja, lente, als dat vochtig is zoals het helemaal in het begin was, is er veel mos. En dat zien we hier. Moet je eens kijken hoe dat mos zich helemaal heer en meester maakt van alle rottend hout. Wachtend op de eerste de beste regenbui. En je ziet hier allerlei soorten door elkaar. En hier aan de achterkant zien we wat bekertjes mos. Maar dan gaan we dadelijk aan de cameraman vragen of hij dat in close-up wil nemen. Ja, kijk mensen. En dit is dus het beroemde, beruchte bekertjesmos. Je ziet er van die steeltjes en met een beetje fantasie zit daar een bekertje op. En als je wat vaker kijkt, het is een hele aparte mintgroene kleur, die zie je ook best wel veel bij ons op Herpenduin. Mossen hebben vaak ook 2 manieren van voortplanten, ongeslachtelijk en geslachtelijk. En dan vormen ze geen zaden, maar sporen. En dat doen ze bovenaan. En op het moment dat het heel verse mossen zijn, dan zie je ook die kapseltjes boven. En daaruit gaan dan de sporen zich verspreiden. Mossen zijn ook eigenlijk heel oud. Ze zijn nog ouder dan varens. En we praten dus wel degelijk over planten, want ze hebben dus ook blad. Vandaar dat ik net ook zei dat ze zich zo voort kunnen planten. En je moet ongeveer denken dat 500 miljoen jaar terug de mossen al volop aanwezig waren. Daarna zie je die varens komen. Mossen werden vroeger wel eens gebruikt als isolatie, werden zelfs in matrassen gebruikt, vloerbedekking. Maar het meest bekend tot nu is mossen natuurlijk toch wel bij de bloemsierkunst. En vooral in de kersttijd, bij de kerstal.
Beste mensen, dat is dus niet de bedoeling. Je ziet hier mos volop, maar mos is beschermd en mos moet lekker in de natuur kunnen blijven. Tjiftjaf in beeld. Hey Smith, mannetje. Zie je aan de zwarte bes die hij onder zijn snavel heeft. En beste mensen, hoe groter de bes, hoe stoerder, hoe dapperder het mannetje en hoe succesvoller bij de dames. Hij heeft het winterkoninkje in beeld. Ah, prachtig. Mooi opgewipt staartje. Wimpelbeest. Klein, hangt op zijn kop. Beweeglijk, zoekt allemaal insectjes, bladluizen. Echte acrobaat. En je ziet het. We hebben nu de lijster in beeld. Neefje van de merel. En als die fluit, ja, dat is echt koning van de zangers, de zanglijster. We hebben de groenling nu perfect in beeld. Nu nog wachten op het openen van het snaveltje. Er zit vaak bij de groenling zo'n nasale chi op het einde van de zang erachter. Ja, hier hebben we prachtig de vink. Vink volle borst. Ja, mooi, vinkenslag. De Demense vink. Piepstaart laat zich zien. Een mannetje. Maar helaas nog geen geluid. Echte insecteneter. Spitse snavel. Relatief grote oog. Je ziet hem turen. En hier hebben we de grotere uitvoering van een Turkse tortel, geen Turkse tortel, maar de houtduif. Kalduif wordt die hier in Herpen en omstreken ook wel genoemd. Roekoe, roekoe. De ander, ja, kijk eens. Er worden al kusjes uitgedeeld. Ook een manier om de morgen te beginnen. Ach, wij beginnen ook niet altijd meteen volop te fluiten en te zingen 's morgens. Staartmeisje zoekt mos voor zijn nest om het mooi te bekleden. Je hoort er een contactroepje en op de achtergrond nu de winterkoning. Staartmees. En nu de koolmees in beeld. Dan hoort op de achtergrond de huismus. Chillup, chillup. Ja, beste kijkers, zijn onderhand aan het einde gekomen van de uitzending. Pierre loopt zo nog rond om te kijken of er kikkervisjes of paddenvisjes zijn. Die moeten hier aan de overkant zitten. En dat brengt me op een idee. Vorig jaar had ik in een vijvertje honderden visjes van padden en kikkers en zo. En er zitten karperachtige vissen in en die aten alles op. En mensen zeiden, ja, wat kun je eraan doen? Ik heb een heel eenvoudig goedkoop kinderbadje gekocht. En daar de bollen met kwakbollen, zeggen ze, met de visjes erin gezet. Die zijn uitgekomen, die zwemmen rond en ik voer ze. En ik zet ze straks uit, dat kikkertje of een spatje. Idee misschien voor u thuis.
Ik zou zeggen, veel kijkplezier en ik neem vast afscheid van u. Houdoe! Ja, beste mensen, ik hoop dat u heeft kunnen genieten van allerlei mossen die we gezien hebben. Korstmossen zagen we nog kort dat er net een andere tak van sport is. En natuurlijk vooral de vogelgeluiden. En kijkt u deze uitzending nog eens terug bij Uitzending Gemist. Je hoort de verschillende vogels. We proberen ze ook erbij in beeld te brengen. En juist nu nog, deze laatste weken in april. Ook daar komt de meivakantie eraan. Er is nog weinig blad. Het moment om vogels goed te leren kennen. Ze zoeken nu ook vanwege hun nesten die zangposten op en vallen nu echt makkelijk op in combinatie met het geluid. Beste mensen, geniet van de natuurlijke streken. Volop vitamines zijn er in de natuur te halen. En de volgende keer gaan we naar een bloemrijke, kleurrijke natuur en natuurlijke streken. Tot de volgende keer. Houdoe.